Hij heet Guus, mijn echtgenoot. En ik heet To. En samen waren we de Gusto. Was het maar waar, zegt, dan had ik wel iets meer zin gehad dan nu. Ik doop u CO950 en wens u een behouden vaart. Ja, ik miste de Gusto. Ik had liever bij de Gusto geleefd. De meeste mensen die vonden het fijn om daar te werken. Het was wel een bepaalde sfeer hoor, want er waren mensen bij die kwamen naar hun dienst. En die waren er een week waren ze, dan gingen ze weer weg. Maar als ze dan die week dan door bleven gaan, dan bleven ze over het algemeen al jaren bleven ze daar hangen. Nou, dat was best een gezellige zaak. We waren echt, als er een schip te water werd gelaten, iedereen kon kijken en dan kreeg je champagne of iets dergelijks en hapjes erbij. En dan, dus de hele sfeer was best gezellig. Ze waren heel belangrijk voor de gemeenschap. Ze waren met name heel belangrijk omdat zeg maar het merendeel van de werknemers in Schiedam woonde. En dus op die manier hadden ze wel degelijk een band met Schiedam. Ik had het al naar mijn zin, ja. Van begin af aan hoor. Ook wat werk betrof. Ik ook. Ik werkte er 25 jaar, dus. Ik bedoel, als het me niet naar mijn zin was geweest, zou ik wel weggegaan. Scheepsbouw en Schiedam, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Naast Wilton Feyenoord natuurlijk ook Gusto, waar men dus met plezier werkte. En het was ook een bedrijf met een paar duizend werknemers, dus echt een hele grote werf waarop en Schiedam trots was, vooral de mensen die hier werkten. En die echt een grote uitstraling had. Begin jaren 70 komt er een kentering in het succes van de Nederlandse scheepsbouw. Door de opkomst van de lage lonenlanden verplaatst de scheepsbouw zich naar Azië. En ook voor het familiebedrijf Gusto had dit gevolgen. Hoewel de situatie daar nog net ietsje anders lag. Gusto lag een beetje bijzonderder. De kennis van de werf was natuurlijk het uitvoeren van werkzaamheden. Daar waren de meeste arbeiders in betrokken. Maar de werkelijke kennis van de werf was de engineering. Zeg maar de know-how, hoe te maken, hoe te bouwen. En het bleek toen dat die engineering, die kennis, dat die als een apart onderdeel kon worden gezien en dat men dus best kon bedenken, een vorm kon bedenken dat de werf zou worden afgestoten en het denken, het ontwerpen, dat in Nederland zou blijven. En dat is gebeurd, ja. Ik heb dat toen als journalist heb ik dat meegemaakt. Dat is toen op een hele harde, hele directe manier is dat gebeurd. En het een is van het ander gescheiden. En als een soort Frankensteins organisatie is de engineering blijven voortbestaan tot op de dag van vandaag. En de werf is overboord gezet. En de meesten zitten hier 25 jaar, hier van de jongens, en langer nog. En die worden als een rotte appel zo weggegooid. En nogmaals zeggen, als je daar 65 mag worden, dan ga je nog een klap in je nek krijgen, want dan heb je te weinig pensioen betaald. Het is geen bedrijf dit wat failliet gaat, het is gewoon een bedrijf dat moedwillig afgestoten wordt. Met het noodlot in zicht lieten de werknemers het er niet bij zitten. Een werf als Gusto kon toch niet ten onder gaan? Gusto open, Gusto open. Zo ging dat, joh. Gusto open! Thank you.
plotseling werd medegedeeld, verdenk je wel dat het einde van de Gusto is. Ik zei, ja, ga weg. Ik denk, dat kan gewoon niet. Die gaat niet echt dicht. Kom nou. Je ging natuurlijk proberen om alle mensen die bij de Gusto betrokken waren, om die te activeren dat ze mee gingen doen. Ik vond gewoon dat we daar tegenin moesten gaan, want dat kon toch niet? Juist je mond houdt, dan denken ze dat het goed is. Dus ja, toen hebben we dus een hele club bij elkaar gefietst. U bent van de actiecomité vrouw? Jawel, ik ben mevrouw Smits van vrouwencomité Gusto. Maar vertelt u eens waarom u dit comité begonnen bent? Nou, gewoon omdat we dus erg schandalig vinden wat hier gebeurt. En dat ze zomaar een werf kunnen sluiten terwijl er werk is. We weten dat er werk aangetrokken kan worden, maar ze doen het gewoon niet. Het devies vandaag in Schiedam is: de Gusto moet open. De Gusto moet open. De Gusto moet open. Ik heb gezegd. Er waren honderden mensen die liepen daar over de straat heen, hoor. Met spandoeken en zo. Daar heb ik mee meegedaan. Toen zat ik dus al op de tekenkamer, hoor. De mensen waren er, laten we zeggen, die stonden te kijken. Die gingen zelfs meedoen. Het was dus in Schiedam toch wel een geval om te zeggen van jongens, daar moeten we allemaal aan meedoen. Veel mensen hebben dat overgenomen. Want toen we dus door de Gorzen heen liepen, gingen de mensen ook mee. En allemaal brullen, jongens. Ja, het was echt mooi. Want half Schiedam, die wel... Ja, we werken er toch wel tegen. Hoe moest heel Schiedam erachteraan lopen? Want het is een zaak die ons... Wij zijn ermee vergroeid helemaal. Fuseren, een paar afvloeientjes. Een beetje afbouwen vind ik zo'n mooi woord, hè, afbouwen. Vroeger betekende het iets klaarmaken, een schip van de helling bijvoorbeeld. Nou betekent het iets onklaarmaken, een werf sluiten of iets dergelijks. Gingen we s'avonds naar de Passagetheater, dat was een demonstratie. En er was een kennis van ons, dat was die mevrouw Smit. Die kan je ook nog wel het een en ander vinden, want die was de voorzitter van het comité. Ik heb altijd gedacht, dit kunnen zo de mensen nooit aandoen. En ik heb dus toen dat stukje gesproken in het Passagetheater en daar zei ik het dus in, hè. Omdat we het een grof schandaal vinden wat hier dreigt te gebeuren. 1000 hardwerkende mannen, onze mannen, worden zonder reden als zwerfkatten buiten de poort gedirigeerd, zonder toekomst, met verlies van alle verworven rechten. Kan niet, het kan gewoon niet, jongens. Maar het komt dus wel. Ondanks alle moeite die we gedaan hadden allemaal. Want ik was niet de enige die zijn best deed, er waren er heel veel. Maar goed, het heeft niet mogen baten. Nee, dat zat er niet in. Maar wel proberen natuurlijk, hè? Het was een succes, maar niet het succes wat we ermee gehoopt hadden. Ondanks dat velen voor Gusto op de barricade hadden gestaan, was de sluiting van de werf nog geen jaar na de actiedag Gusto open een fait accompli. Intussen hadden de problemen bij de werf bij veel werknemers geleid tot psychische druk en stress. Ja, ongeveer 78 is dat geweest. Toen lag ik in het ziekenhuis van de Gustoïtis. Ja, ik had er ook nog nooit van gehoord, hè? Maar het gekke was, ik kwam in het ziekenhuis en toen werd ik onderzocht. Toen na 3 weken werd ik dan ontslagen, want er was verder niks te vinden. Nou, en dat was dan die Gustoïtis. Dat was gewoon een psychische kwestie geweest. Je bent helemaal kapot gemaakt eigenlijk. Er zijn heel veel mensen mee omgegaan, hoor. Daar zitten er nog wel meer in, maar het gaat alleen maar even om het idee, hè? Gusto was te redden geweest als men had kunnen overzien dat op dit ogenblik in Nederland weer een hele grote vraag is naar speciale apparatuur. Met name voor baggeren, voor het leggen van leidingen, offshore. Het was te doen geweest. Maar ik denk dat ze dat op dat moment niet konden overzien hoe de toekomst zou worden. Ik denk dat een sluiting in elk geval op dat moment onvermijdelijk was. Ja.
Er was te weinig geïnvesteerd. Het karakter van een familiebedrijf is natuurlijk altijd dat ze achterlopen met investeren in techniek, investeren in mensen. Op dat moment zat er. De werf liep achter. Ik doop u CO950 en wens u een zeer werkzaam leven ter zee met daarbij een behouden vaart. De laatste dag, 13 juli 1978. De CO950 werd nog te water gelaten. Een gelegenheid die normaal gesproken feestelijk werd beklonken, eindigde nu in droefenis. Het schip ging te water, de laatste dag. Werd aan de kade af en toen was het over. Die boot zou om 11:30 te water gelaten worden. Personeel was allemaal dus op de zaak, zo ver mogelijk. En ik stond in het ziekenhuis, stond voor het raam te kijken. En ik zag zo die boot liggen. Die stak boven alles uit. Kon je nog over de. In de verte kun je hem zien liggen. Hè? En op het moment dat die boot te water ging, dan gaat er wat in je om. Einde voorstelling. Ik stond te janken. Ik stond echt te janken. Hoe was het bij mij? Ik had het niet naar mijn zin, dat weet ik wel. Oh. Ik denk dat ik emotioneel was. Ik had ergens het gevoel dat het niet nodig had geweest. Wat moet u nou doen vandaag? Nou ja, ik heb zo door die hal heen gelopen. Die machines die ik vroeger zelf daar geplaatst heb, die brandmachines, die grote persen, draaibanken en zo. Ja, wat moet je er nou van zeggen? Ja, waar wil je heen, hè? Je zit een beetje vol, je gemoed schiet een beetje vol. Dan zeggen ze gewoon dat is een kwestie, daar moet je je eigen overheen zetten of dat zo makkelijk is. Dat vind ik helemaal niet makkelijk. Je wordt gewoon helemaal finaal uitgeschakeld. Goedemorgen, dames en heren. Ik heet u allemaal welkom hier op deze verkoping van IHC Gusto in Schiedam. De werf Gusto is niet meer. En de werknemers werden ondergebracht bij andere werven. Het enige dat overeind bleef was Gusto Engineering en de Gusto Autoclub. Verder herinnert er nog maar weinig aan de eens zo welvarende Schiedamse scheepswerf. Wat ik van Gusto graag had willen behouden, of behouden had willen zien, en daar ben ik niet de enige in, dat zijn die prachtige fabriekshallen geweest die ze hadden. Helaas, ook dat is verloren gegaan. En ja, het enige wat er nog staat zijn een paar palen in het water. En een stukje sleephelling en meer is er niet meer. Ja, ik miste de Gusto. Ik had liever bij de Gusto gebleven. Maar dat was over. Het is 5:00 vanmorgen als fotografen en journalisten zich voor het hek van de begraafplaats verdringen. De tientallen medewerkers. Volgende week in Vergeten Verhalen: hoe speculaties leiden tot de opening van het graf van een dubbelspion. In die tijd doken er allemaal spookverhalen op. Dan was hij weer gesignaleerd in Zuid-Amerika, dan weer in Noord-Amerika. Hij zou onder allerlei aliasen in allerlei landen wonen.
En het werd steeds spannender, steeds kleurrijker.